En nu moet je eens heel, heel erg goed luisteren. Oh ja. Oh ja. Dit is inderdaad Arnoud Houben, maar het is niet wat je denkt. Dit is gewoon het geluid van Arnoud Houben die gaat liggen na een lange dag stappen. Ik dacht dan iets helemaal anders, maar het is toch zo. Tegenwoordig kun je maar beter genoeg uitleg geven. Hè? En wel ja, het is dat. We willen dat toch nog maar eens rechtzetten. En zo waren er in totaal 23 dagen stappen dwars door België. In totaal 521 kilometer, Arnoud. Hoe moe kan je zijn na zo'n dag stappen? Dat cumuleert eigenlijk. Hè. Is dat, in het begin zet je echt fysiek moe. Dat je spieren zie je eigenlijk echt moeten zetten na het ritme van lange afstand wandelen. Maar dan na verloop van tijd, na 15 à 20 dagen, kruipt er echt wel een soort echte moeheid in. Zo'n moeheid dat je ook niet na een nacht slapen eruit geslapen krijgt. Echt een soort moeheid, stramheid. En dan... Maar je zou denken, je bent meer getraind en het lukt beter, nee? Ja, maar ja, ik weet het niet. Ik was toch heel moe eigenlijk. En als we dan s'avonds een goed bed hadden, dan kun je niet geloven hoe content dat je bent als je zo mocht plooien en op een goede matras. En een zacht kussen. En content dat je dan bent, dan ja. Maar kijk, voor mij is het een contente mens. Het is de laatste uitzending vanavond, de laatste dwars door België op 1. Je wandelt het laatste stuk van de GR129. Dat is het langste wandelpad dat ons land doorkruist. En dat gaat van Brugge naar Aarlen, hè? Zo is het toch. Hè? En op die tocht ontmoet je toch wel de gelukkigste vrouw ter wereld. Dat was ongelooflijk. Ja? Ik vond het bijna een sprookje wat ik in terecht kwam. Hè? Vanavond stappen we door het uiterste zuiden van ons land. Dat is een supermooi stukje België. Dat is echt iets dat mensen kunnen gaan ontdekken. Dat je niet gelooft dat bestaat. Ze noemen het ook wel eens de Provence van Frankrijk. Helemaal in het tipje van België. En daar zijn we aan het stappen in die prachtige streek door een bos. En via via komen we terecht bij een kapelleke. En in dat kapelleke woont de laatste kluizenares van ons land. Maar echt een oud, breekbaar vrouwtje van ver in de 90 die daar helemaal alleen achteraan in de kapelleke woont, achter een groot traliewerk, afgezonderd van alles en iedereen. En zij kookt daar? Ze kan niet. Er komt af en toe een huishoudhulp haar helpen. Het is ook via die huishoudhulp dat we dan van achter werden toegelaten. Maar de mensen van het dorp komen ook regelmatig stukken taart brengen of brood enzovoort. Dus de mensen van het dorp komen echt nog voor dat madammeke zorgen. Dat is precies een andere tijd. Dat is raar. En wist je dat die daar woonde? Had je dat op voorhand opgezocht? We kwamen in Tournie binnen, waar we onze gite aan het zoeken. En de mensen van het dorp zeiden, als je van een tv zet, dan moet je echt gaan filmen. En we hebben natuurlijk ook maar een half woord nodig om er dan naartoe te gaan. Hè. Maar dat madammeke, hè, zoals we het zeggen, die heeft eigenlijk niks. Alleen een kapelletje. Ja, maar tegen mij, dat was ook de les dat we kregen. Ik had ook zoiets van, ik heb hier niks. En wat doet je de hele dag? En die zegt, maar nee, maar ik heb alles. Die vrouw was... Echt, die straalde geluk uit. Als je in de kapelke was, daar ging een soort straling. Maar dat is natuurlijk ook zodanig speciale locatie, weet je, die daar al honderden jaren in dat bos ligt. En dan die oude vrouw, en die gaf gewoon straling af. En die was gewoon perfect gelukkig. Dat is wat ze tegen mij zei. Ik ben de gelukkigste vrouw van heel de wereld. Ja, en dat is ook wel leuk dat ze jou aanspreekt. Of dat ze wil antwoord geven. En daar moet je mij nu eens iets vertellen. Wat is jouw geheim? Want ik kan daar ook iets van leren. Ik moet ook met mensen praten. Hoe komt het dat mensen echt hun hart en heel hun leven blootleggen als ze jou tegenkomen? Is dat jouw mooie ogen? Of wat? Ja, dat valt wel mee. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat er niet een groot geheim of zo is. We zijn gewoon, als ik gewoon eerlijk ben, we zijn gewoon heel lang op pad, we filmen heel veel. Dus we toonden ook, op zo'n tocht, we filmen elke dag 6-7 uur materiaal. Het zijn de mooiste stukken dat we tonen. Ja, er zijn ook mensen die zeggen van nee, voor mij niks. Ja, dat kan ook. Dat kan, dus in die zin is de reportage altijd wel een beetje een mooiere weergave van de werkelijkheid. Maar soms zijn er echt ontmoetingen buiten categorie, gelijk vanavond die heremiet, dat kluizenaarsvrouwtje. Je kunt het niet verzinnen of het is daar. En dan is de kunst om soms ook gewoon niks te vragen en die mensen te laten vertellen. Dat zijn de beste vragen. De slechtste vragen zijn als je veel vragen moet stellen. Want dan zit je de hele tijd aan het ingrijpen en dan zit je te veel van jezelf. Een gesprek aan het sturen, eigenlijk. Ja. Als het u overkomt en zij kunnen u vertellen, dan dat zijn de mooiste ontmoetingen. Ja. Gelijk vanavond, dat was letterlijk en figuurlijk hemels. Dat nog bestond. Misschien nog hemelser was het bord met Orval dat jullie op een gegeven moment tegenkwamen. Ja. Orval 15 kilometer. Daar werden jullie ook wel heel erg blij van. Hè?
Een tocht zonder België, zonder ook niet stil te staan bij ons culinair erfgoed. Dat zou geen tocht door België zijn. Ik denk dat wij geen pintje hebben laten staan, dat we geen barbecue hebben overgeslagen die ons werd aangeboden. Dus we hebben wel redelijk Bourgondisch geleefd op onze tocht. En als je dan ineens weer bij de abdij van Orval terechtkomt, dat is zo'n lekker bier. Lekker, hè? Ja. En ik ben nogthans een gewone pilsdrinker. Dus het liefst wat ik denk na een lange stapdag is gewoon een echte, gewone, simpele pint. En daar ook goed aan doordrinken. Voor mij, van die zware bier is snel te zwaar, omdat ik dan erop een slag krijg. Maar Orval is zo... Is dat bier heel hop, hè? Ja, maar toch lekker. En dat is een reclame, dat mag eigenlijk niet. Hè. Lekker. En met een hele geschiedenis ook aan. Als je zo ook, is het. Als je dan die abdij ziet, ook weer in het midden van die bossen, en dan kijk je gewoon terug de tijd in. En heb je de ring gevonden in de bron? Ik heb gezocht, ik heb hem niet gevonden. Ah, oké. Ik ben er bijna ingesukkeld ooit. Maar goed, als je zo lang weg blijft van thuis, hè, mis je dan niet thuisfront? Want je hebt natuurlijk ook een gezin thuis. Hè? Ja, maar dat is het mooie aan reizen. Als je niet je thuis zou missen, zou je ook niet op reis zijn. Dan zou het gaan dolen zijn. Dus je kunt maar echt reizen als dat gemist er is. En dat thuiskomen is even belangrijk bij het reizen als het weg zijn zelf. Dus dat is een balans. En thuis leven ze echt wel mee met mijn tochten. Mijn kinderen zijn dat ook gewoon van toen dat ze heel klein waren, dat ik al weg was. Ik weet nog, toen ik de eerste lange tochten deed naar Compostela, en mijn kinderen waren nog piepklein, dan was ik een duimspijker, dat ze elke dag verder op de kaart mochten pinnen, okay. Op de muur. En ik had dan een grote kaart in de keuken hangen. En als het rode toppetje dan op het einde was, dan wisten ze, dan staat een duimspijker. Oh nee, hij komt terug. Op de deur. Ja. Dus we zijn daar eigenlijk allemaal samen in groot geworden en dat lukt echt wel goed. En soms zijn ze ook gewoon blij dat ik weg ben. Hè. Allee, dat Mieke weer het rijk voor haar alleen heeft. Iets helemaal anders. Is wandelen nu goed om af te vallen? Na 521 kilometer ben je nu kilo's kwijt. Ja, dus dat is inderdaad thuis ook zo'n issue. Nee, ik geen kilo af. Geen kilo, echt? Nee, dat is toch eigenlijk wel een beetje topsport wat jullie hebben gedaan, hè? Dat is toch... Maar ik denk, nee, het is geen topsport. Ik denk dat... Wat dat wij doen, dat we net bewijzen dat eigenlijk iedereen op die een tocht kan gaan. En wij zijn geen Tom Waze die de grootste bergen, de verste tocht en onder de moeilijkste condities reizen. Het is echt wel huis, tuin en keuken stappen, avonturen dat we doen. Maar ik denk, net door die orvalletjes en al het goede van het leven dat we zijn tegengekomen, dat we wat te veel gecompenseerd hebben. Te veel gecompenseerd. Maar in elk geval, je bent altijd heel erg kapot na zo'n wandeltocht. Hè? Nog 2 dagen, Ruben. En dan zijn we in Aarlen. En dan bouwen we een feestje. En dan gaan we naar huis. En dan wordt dat allemaal één mooie herinnering. Maar nu doet alles pijn. Alles doet pijn. Ondertussen al alles hersteld? Ja. Oké. Okay. Alles echt soepel zal ik nooit meer raken. Maar het doet geen pijn niet meer. Ah, oké. Okay. Ik ken je al een beetje. Hè? Je bent graag weg. Je hebt het daarnet ook al gezegd. Heb je weer plannen om te vertrekken nu? Ja, ik leef op hoop, hè, want we waren een heel groot avontuur bezig door de Middellandse Zee. We hadden al 5 afleveringen opgenomen. Wat ik zelf echt goede afleveringen vind. Alleen een heel knap verhaal aan het vertellen. We hebben geschakeld gelijk dat heel ons land heeft moeten schakelen. En we hebben onszelf voor een stukje opnieuw heruitgevonden door die tocht door België te doen. Maar ik hoop wel dat we binnenkort terug onze zeilen kunnen opspannen en terug naar die Middellandse Zee trekken. Maar het is koffiedik kijken. Maar ik hoop dat we terug vertrokken raken. Mag ik je alvast bedanken voor alle mooie verhalen die wij te zien hebben gekregen in Dwars door België. Heb je niet genoeg van die verhalen? Wel, dan is er ook het boek van Dwars door België, dat ligt nu in de winkel. En mag je nog 1 discrete vraag stellen, want weet jij hoeveel geld er op jouw bankrekening staat? Het is eigenlijk voor ons programma, hoor. Wij gaan daar later nog over praten. Maar wij doen een enquête via onze app, mensen kunnen reageren. Weet jij hoeveel geld jij op je bankrekening hebt staan? Ik weet het daarnet, omdat Mieke zei dat ik nog moest van mijn spaarrekening naar de zichtrekening doen. Ah. Omdat het al helemaal gekelderd was. Want het was internaatsrekening binnen. En nog Orval is duur. Nog een verzekering die moest betaald worden. Dus ik weet dat we niet goed staan op de zichtrekening. Maar ik weet wel wat er ongeveer op mijn spaarboekje staat. Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik heb daar geen flauw benul van in elk geval. Ja, ook niet met mijn punten en commas. Het is misschien ontkenning ook in mijn geval. Maar ja... Ja, oh, jij weet het, goed. Laat het ons weten als jij het weet. Of als je vindt dat je kinderen... Weten jouw kinderen dat bijvoorbeeld? Hoeveel je verdient en zo?
ja, ik ben zelfstandig, dus dat is eigenlijk fluctuerend. Dus er is iets gelijk één vast loon of één lange zekerheid is er niet. Dus. Nee. Maar we zijn, denk ik, gelijk veel ouders wel heel open met onze kinderen. Mm-hmm. Over heel veel dingen. Mag ik mij excuseren voor deze indiscrete vraag? Maar het was voor het programma. Arnoud Houben, dankjewel voor zoveel mooie verhalen. Vanavond dus weer verhalen op 1, dwars door België. Voor de laatste keer om 20 voor 9. En dat is meteen na thuis. Hè. Zo is dat. Hè. Arnoud Houben, dankjewel. Dankjewel.